Op een Tinder date wil je toch een beetje een soort van slap ouwe hoeren en een beetje kletsen en een beetje vies met elkaar tongen. Oké, we are reporting from... Dit is niet live, hè? Waar zijn we nu? Bukowski. Klopt. Is het? En nu je het zegt, kan ik me ook wel iets voorstellen. Ja, ik zag een hoop ongemakkelijke eerste dates in deze tent vandaag, vanavond. It's a very nice place and it's busy, so that's probably good. Waarom? Want de banana is ook krom, toch? Veel, op een vrijdagavond veel knappe mensen. Weet ik veel. Omdat het gewoon super leuk tent is en ze komen leuke mensen. The music is very loud, so I'm not sure. You can't really talk that well. Wat wil je op een Tinder date? Wil je toch een beetje een soort van slap ouwe hoeren en een beetje kletsen en een beetje vies met elkaar tongen. Maar hier sta je gewoon met je schouders tegen elkaar aan en kan je elkaar niet verstaan. Ja, yeah, there are a few like spots that you can go. Where nobody really is. Yeah, sure, of course. Ik ben zelf niet heel erg van op Tinder. Ik ben meer van mensen in het echt tegenkomen. En dat kan hier heel goed. Je hebt er geen Tinder voor nodig. Je bent heel jong. Je ziet er jong uit. Ja, dankjewel. Ja, hoe gaat het? Ik zou hier zeker niet vanavond nu hier naartoe gaan voor een Tinder date. Ik zou misschien ergens taart gaan eten op een rustig plekje. En een heel stil hoekje en dan een beetje gaan tongen. Ik hou heel erg van taart. Wat voor taart? Mokka, sowieso mokka. Tinderen, ja, dat denk ik. Ik heb een vriendje, dus ik ga niet mezelf verklappen natuurlijk. Maar ja, tinderen, ja. Super leuk uitvinding, hè? Voor singles. Nee, ik heb geen knappe meisjes gezien. Ook niet, nee, de hele zaak niet eigenlijk. Eigenlijk zijn het alleen maar hongerige mannen die op zoek zijn naar vrouwen. Fijne avond.